Het is de 8e keer dat PSV op Russische bodem in actie komt. Op Sovjetbodem moet ik eigenlijk zeggen. Na CSKA Moskou, Žalgiris, Vilnius, Dniepropetrovsk, Kiev en Batumi. Nu dus in het Siberische Novosibirsk. Dit zijn beelden van buiten het stadion. Het programmaboekje. En de line-up met een heuse sfeeractie op de tribune. En de PSV'ers die elkaar succes wensen. PSV in de bekende opstelling, daar staat hij. Kijkt u naar uw favoriete namen met Nordin Amrabat op de plaats van de geschorste Balázs Dudzsák. Overtreding voor PSV, een vrije trap voor de Russen. Die heel fanatiek aan de wedstrijd begonnen, een beetje vergelijkbaar met zoals Heerenveen 2 weken geleden. Flink druk op de ketel zetten. De PSV had het al lastig mee. De eerste hoekschop. En de bal wordt daar van de lijn gehaald door Nordin Amrabat. Isaacson was al geslagen. En al in de eerste minuten zijn het hachelijke momenten voor het doel van PSV. Hij brengt redding, wordt in Amrabat. Fred Rutte probeert nog te corrigeren vanaf de zijlijn. PSV dan. Met Lens, met Berg tegen de doelman aan. En het was al vrij kort in de wedstrijd de eerste mogelijkheid voor PSV. Wat een grote kans voor Marcus Berg. Maar doelman Solosin stond op de goede plaats. Amrabat, Pieters buitenom. Amrabat kiest binnendoor. Maar de Russen hebben hun huiswerk goed gedaan. Schot nog van Lens, daar heeft die doelman wat last mee. Maar wat ik wilde zeggen, die Russen hebben hun huiswerk goed gedaan. En weten dat ze het PSV lastig maken als ze de ruimtes klein houden. Veel mensen achter de bal ook. En maar hopen op de lange bal zoals hier weer. Wat dat betreft is Novosibirsk een echte counterploeg. En daar een akkefietje waar Massa bij betrokken is. En ook Shevchenko. Wat gebeurde daar precies? Beiden moeten bij de scheidsrechter komen. Shevchenko krijgt geel. En Massa krijgt rood. Voor een overtreding die hij hier gemaakt zou hebben. Dan zou het niet deze overtreding zijn. Maar dan gebeurt er verder nog iets waar de Noorse scheidsrechter hem, Francisco Rodriguez, een rode kaart voor geeft. PSV dus verder met 10 man. Dat moet een aardige streep door de rekening zijn van Fred Rutte. Want je mist uitgerekend een van je centrale verdedigers tegen een ploeg die heel fanatiek en agressief op doel speelt. Overtreding van Vukovic. En daar wil de Noorse scheidsrechter alleen maar een schwalbe in zien. En dat betekent dat Shevchenko, en dat is die man die net ook bij Matza betrokken was, ook rood krijgt. En dus staan er nog maar 20 man op het veld. Hij moet eraf. En dat is in de rust een soort Foxy. Het lijkt meer op een walking fridge. Zoals wij die uit de televisiereclame kennen. En Novosibirsk in de tweede helft ging eigenlijk precies door op dezelfde manier als in de eerste helft. Goed schot, maar een uitstekende redding ook van Andreas Isaacson. En de wissel, een aanvaller eruit, een verdediger erin. Dat betekent dat Fred Rutte geen enkel risico wil nemen. En eerder tevreden is met een gelijkspel dan wat anders. Toivonen. Steeds kleine ruimtes, moeilijk om elkaar goed te vinden. Amrabat houdt in ieder geval balbezit. Zoekt naar een gaatje voor een voorzet. Daar is de voorzet, daar is Lens, maar die staat buitenspel. Ja, dat kun je zelfs op 5000 kilometer afstand zien. Kijk eens goed, rechtsonder in beeld. Lens buitenspel. Manolev. Lens, heel behendig weer. Dat is een vrije trap, dat is duidelijk. Ook daar hoef je niet moeilijk over te doen. Solosin op de lijn, de doelman van Novosibirsk. Engelaar. Weer die doelman die bal niet klem vast heeft. En zo verstrijken de minuten richting het einde van de wedstrijd. En gezien het spelbeeld zou het aardig zijn als PSV dit duel met een gelijke stand zou eindigen. Lens, paasje van Marcelo. Amrabat vastgehouden en Toivonen via de deklat. Het is op die kans met Marcus Berg in de eerste helft erbij geteld. Misschien wel de 2 na beste mogelijkheid voor PSV om te scoren. In de slotfase dan wil Novosibirsk nog wel een keer. Weer de lange bal. En dan een misverstand in de verdediging van PSV. En in de slotfase in blessuretijd notabene scoort Dehtiyarov.
En nog eens kijken hoe die bal erin ging op deze manier. PSV verliest dus in Siberië. Maar kan dat volgende donderdag in het Philipsstadion nog wel repareren. Jammer, met een nederlaag terug naar huis.